Hey jongens allemaal, welkom bij de eerste aflevering van seizoen 2 van onze Pro Cyclist Carrière Mode. En we rijden voor AM Cycling, we rijden voor een World Tour ploeg. En als je de vorige aflevering niet zou hebben gezien, kijk maar eens in de playlist. Ik heb een volledige playlist gemaakt over de Pro Cyclist. En altijd een duimpje omhoog doen en zo. Kijk ook eens in de description voor mijn e-mailadres als je een mailtje wilt sturen, mijn Twitter, mijn Twitch en al die zaken. En laten we nu beginnen, want we zijn niveau 15 geworden, we zijn nog een niveau gestegen. Doordat we de gewone maatjes overloopten. En we hebben momenteel 79 klimmen, 72 heuvels, 78 tijdrijden, 70 proloog. En ik kan nog heel even mezelf laten ontwikkelen als ronderenner. Tot ik mijn klimmen tot 82 ga proberen te krijgen. Als dat is gebeurd, ga ik mij meer toeleggen op het... op wat ging ik mij dan toeleggen? Even geduld. Ja, hier was het. Ging ik mij meer toeleggen op iets anders? Kijk, want als ik mij op aanvallen zou toeleggen, krijg ik beter uithoudingsvermogen, meer weerstand, beter hard rijden. Moest ik mij toeleggen op heuvels, krijg ik ook meer heuvelkwaliteit, ook nog een beetje klimkwaliteit. Tijdrijden gaat dan een beetje achteruit, maar uithoudingsvermogen en accelereren gaat dan ook weer omhoog. Ofwel ga ik me ook eens op sporten toeleggen. Kan ook wel eens zijn voor moest ik sportjes moeten trekken. Dus dat weet ik nog niet wat ik hierachter ga doen. Misschien tijdrijden is het zeker niet nodig, aangezien dat ik bij ronde rennen ook al genoeg tijdrijden bij krijg. Maar voorlopig houden we ons op ronde rennen. Recuperatie gaat ook heel goed omhoog, heel belangrijk. En ja, we gaan gewoon een goede klimmer ervan proberen te maken. Dat is het allerbelangrijkste, om toch ooit eens de Tour en zo te winnen. Zeker als we ook de witte truis willen winnen in alle drie de grote rondes, moeten we echt op klimmen en heuvelrijden en tijdrijden het best scoren. Dan is spurten van geen belang. Dus nu, ons rooster. Ik weet dat we vanaf nu op bevestigen moeten klikken en zo. Voor als we een race willen rijden. Maar er zijn een paar leuke races iets verder liggen. Zoals de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix zijn nu niet echt mee racen. Maar als we nu naar de Giro gaan kijken. Hè, dat is echt iets voor ons. Het staat hier in een World Tour wedstrijd. Eindig bij de beste 5. Win een klassementstrui of een etappe. Dus dat moeten we proberen te doen in een World Tour race. Het gaat niet gemakkelijk worden. Ik wil het in ieder geval proberen. Het zal dan meer in een in Parijs-Nice of in Tirreno Adriatico moeten gebeuren. En voor de rest moeten we gewoon kijken. We moeten ritten hebben dat CWT zijn. Dat zijn World Tour wedstrijden. En een top 5 plaats of is een klassementstrui. Gewoon voor de bolletjes trouwens proberen te gaan. En dan zou dat normaal in de chacoche moeten zijn, hoop ik, om te mogen starten in de Giro. Dat is mijn eerste doel van dit jaar, om in de Giro te mogen starten. De eerste koersen van het jaar stonden al op het programma. Hyundai Cup 1, ik heb hem gesimuleerd. En we hebben al direct een vijfde plaats gereden. Dat is zeker niet slecht gedaan. Van ons Geschke is even een tweede plaats gepakt van ons team. En zo grijpen we met ons team net naast... Naast de ritoverwinning. Oké, de Hyundai Cup 3 is de laatste van de drie ritten. De eerste waren we vijfde, de tweede was gewoon een vlakke rit, dus zijn we gewoon in de top 70 geëindigd. En nu rit 3 van San Sebastian naar San Sebastian. En je ziet, de klimmetjes liggen er, dus misschien kunnen we het wel afwerken met ons team. Mijn vorm is al redelijk ça va, cadans is slecht, mijn vrijzit is goed, maar dat is bij alle renners zo. Dus ik wil hier mijn eerste ritoverwinning al proberen te pakken van het seizoen. Iets waar we vorig seizoen 4 of 5 afleveringen op hebben moeten wachten, wil ik nu in de eerste aflevering klaarmaken. Kijk eens hoe sexy jongens, met ons nieuw truitje, I am Cycling. Ik ben echt blij dat we voor dit team nu rijden. Er is ondertussen al een grote valpartij gebeurd van 7 renners. We krijgen het natuurlijk niet te zien. Misschien kunnen we het toch vanuit een luchtbeeld zien. De renners die achter zijn. Nee, dan gaan we naar Moto 3 moeten gaan. Gata, dat zijn de koplopers, dat is peloton. Nee, dan krijgen we het niet te zien. Ik ben wel eens benieuwd, 3M, we gaan ze wat proberen op te volgen, omdat we er vorig seizoen toch voor hebben gereden. Maar we gaan ons er in het algemeen eigenlijk niet te veel van aantrekken van die jongens. Nog 2,6 kilometer, we zijn nog met een groep van 48 renners. En, au, er is nog iemand weg, 1 minuut voorsprong heeft hij nog. Ik denk dat we iets te laat zijn begonnen. Dus ik ga mijn demarrage nu inzetten, misschien niet meer het beste een moment voor een demarrage, maar ik denk dat ik het nu ga moeten doen als ik nog kans wil maken op die overwinning. Ja, kijk, je ziet mijn buisje loopt nu al redelijk rap.
leeg, we trekken de spurt in gang, we gaan erop en erover. Maar gaat er nu nog iemand over ons komen doordat wij zo moe zijn? Ik hoop van niet. Laten we het beeld van een ander perspectief gaan bekijken. We zien een motorrijder, zo zien we niet veel. We zullen een luchtbeeld moeten pakken. Hier hebben we Velodriver, daar komt Pantano. Maar wij winnen dan toch nog deze rit voor Pantano. Met ons getweeën waren we echt strijdwaardig. Maar ik heb het gedaan, mijn eerste rit van het seizoen. We zijn kalm gebleven tot op het einde. Misschien toch iets te vroeg aangegaan als je zag hoe rap dat we hem nog hebben ingehaald. Maar goed gereden. Eerste overwinning van het seizoen na 3 races te rijden. En hier staan we op het podium. IM Cycling zal blij met ons zijn dat we ze nu al een overwinning schenken. Hup, aanvaard kusjes maar. En gaan we naar de volgende wedstrijden. IM Cycling heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan Parijs-Nice. Vergeet niet om je rooster aan te passen als je wilt deelnemen aan deze rittenkoers. Wij gaan die rittenkoers opzoeken. Waar staat hij? Strade Bianchi mogen ook mee rijden. Ben ik ook benieuwd naar. En hier, win een wedstrijd op een klassementstrui in een buitencategorie wedstrijd. Dat hebben we nog niet gedaan. Dus daar moeten we nog voor zorgen. We winnen een wedstrijd of klassement in een buitencategorie wedstrijd. Wat bedoelen ze met buitencategorie? Ik heb nog geen idee. Ik denk dat dat HC buitencategorie betekent. Kunnen we dat niet ergens opzoeken? Ik denk het wel. Archieven regels. Hier staat ze continentaal. HC races. Wacht hè. Komt baba. Ben je dan continentale races? Nee, van het seizoen. Pro divisies. Ja, het gaan HC-races waarschijnlijk zijn. Maar we gaan gewoon ons best blijven doen en hopen dat we ooit de kans krijgen om nog mee te mogen rijden in Parijs-Nice. En onze volgende race is de Vuelta Ciclista a la Mallorca. En de eerste race is gewoon een vlakke rit. Dus dat is goed voor onze cadans, zolang dat we daar geen tijd verliezen. Is allemaal goed. En etappe 2, hoe ziet dat eruit? Ook nog niets voor ons. Etappe 3 wel. En eigenlijk is het alleen etappe 3. Dat ons interesseert en ook de enige die dat we zelf zullen rijden. Dus hup, gewoon simuleren de volgende. Nog een beetje rondjes rijden. En Sylvain Chavanel rijdt ook mee. Dus misschien moeten we daar ook eens op letten. En IM Cycling gaat niet naar Tirreno Adriatico. Heb ik daar net zien verschijnen. Dat is een mindere. Dit is, wordt een etappe voor mij. En we gaan zien of we terug een overwinning kunnen pakken. Er rijden veel toppers mee. Dus ik denk dat ik die ritoverwinning toch uit mijn hoofd ga zetten. In 7 iets heel belangrijks. Tibar rijdt dit seizoen voor Team Sky. Oeran rijdt voor Movistar. Zie ik hier nog snel een paar speciale dinges. Nog niet direct, maar dat waren toch wel dinges die mij van in het begin opvielen. Die renners. Maar wij gaan vandaag meer voor de aanval kiezen. Misschien een berg, bergklassement misschien nog iets proberen te doen. Ik weet niet. Er liggen veel klimmetjes, veel punten gaan er nog niet zijn uitgedeeld. Dus misschien de bolletjes trui, waarom niet? En we zijn eraan begonnen en het is echt heel stijl. En Fabian Weekman, de bolletjes trui, gaat mee. Die wil natuurlijk zijn trui verdedigen. Ik ben benieuwd of hij het gat gaat dichtrijden. Want het is echt heel stijl en ik denk niet dat het hun gaat lukken. Toch niet aangezien mijn kwaliteiten redelijk hoog zijn van klimmer. Maar hij doet zijn best om het toch dicht te rijden. Amai, spannend. De laatste klim is begonnen en we hebben toch al wat punten kunnen pakken. We hebben de eerste berg eerst overgekomen, de tweede eerste en dan de vierde berg ook als tweede bovengekomen, mee met peloton gewoon. Nu komt de laatste klim. Als we hier goed boven komen, kunnen we zelf nog de bolletjes terug pakken en misschien nog een eindzegen, maar dat zie ik nu wel niet echt gebeuren. Oké, we gaan boven komen. König is weggereden. En dan kom ik, Velodrivers met Pieter Seri. We komen als tweede boven. Dat betekent dat de bolletjes trui voor ons is. Als we nu met Seri, als ik met Seri goed kan samenwerken, kunnen we het gat misschien nog dichtrijden naar König. Maar ik heb het gevoel, ja wel, Seri rijdt wel mee. Maar ik moet echt op adem komen met mijn renner. Anders komt het met mijn manneke echt niet goed. Nou ja, kijk, Seri gaat denk ik ook niet willen doorrijden, hè. Kom aan, König pakken, dat zou toch fantastisch zijn. König wint, Pieter Seri wordt tweede. En wij worden mooi derde, op een grote achterstand. Maar je ziet, mijn balkje is helemaal leeg. We hebben ook gestreden voor die bolletjes eruit deze etappe. En we worden gewoon mooi derde in de rituitslag. Dus we gaan ook derde in het klassement worden waarschijnlijk. Misschien pakken we ook het jongerenklassement, ik weet het niet. Pieter Seri doet die nog mee voor de jongeren.
We zullen het straks wel zien bij de uitslagen. Oké, dus ze worden inderdaad derde. Momenteel in het eindklassement met een hele mooie voorsprong op de vierde. Dus dat zullen we niet meer uit handen geven. We staan tweede in het puntenklassement. We staan nog 4 punten achter Wegman, omdat hij 12 punten heeft gepakt deze rit. Daar heb ik eigenlijk niet bij nagedacht. Dat is wel jammer. Puntenklassement doen we niet echt mee. En we staan wel eerst in het jongerenklassement. Dus daar hebben we die trui toch. Ondanks dat we dus geen bolletjes hebben. En voilà, we krijgen 30 ervaringspunten bij. Dank u wel daarvoor. Nu gaan we gewoon verder naar de laatste rit. Laatste etappe van deze dag. We simuleren gewoon. Bolletjes trui maakt ons al niets niet meer uit. Bam, weinige 29e, weinige derde in het klassement. Heeft Wegman nu nog punten gepakt? Nee, denk het niet. Zie, we worden zelf niet meer tweede in het klimklassement. Het jongerenklassement is wel voor ons. En voilà, dan hebben we de witte trui mee naar huis genomen en een derde plaats. Woehoe. Dus ik hoop dat jullie ervan hebben genoten van deze allereerste aflevering van Pro Cyclist seizoen 2. Please like en comment hoe dat jullie het vinden. Vinden jullie het leuk dat ik bij I Am Cycling rijd? Vinden jullie het leuk dat ik al een overwinning beet heb en een witte trui dit seizoen? Laat het dan wel weten in de comments down below. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Nog een fijne dag.